Met het doel kappers in Suriname nieuwe technieken en stijlen aan te leren, heeft de Elite Hair Care Store in Suriname een tweedaagse workshop georganiseerd. Migala Nisiya, organisator en directeur van Elite Hair Salon, heeft speciaal voor deze workshop de professionele en wereldberoemde kapper uit Los Angeles, Matwini, ingehuurd. Matwini is in 2016 benoemd tot hairstylist van het jaar en verkreeg hierdoor de North American Hairstyling Award. Hij heeft de leiding over top styling teams gedurende de New York Fashion Week. De Amerikaanse kapper reist regelmatig de wereld rond om haar stylisten te inspireren met zijn unieke benadering van knippen en zijn kleurtechnieken. De focus van deze workshop is daarom meer gericht op stijlen, knippen en verven. Nisiya zegt verder dat het belangrijk is dat de kappers in Suriname opgeleid worden in het vak. Ze benadrukt dat deze groep in feite naar Amerika zou moeten als zij zich willen bijscholen. We are a small island like Suriname and Curaçao and Aruba, but we have to do things like the top professional. I would like everybody to become a professional. When they work, they have to be like a professional. Migala Nisiya, de directeur Elite Hair Store in Suriname. Zij benadrukt dat de vraag naar het verven van het haar zeer groot is. En ieder wil nu een kleurtje in het haar, zegt Nisiya. Weet je, er is een paar kapsen die de gelegenheid hebben om naar Amerika zich op te graden. Maar voor mij, zeg maar, 90% niet. Dus 10% kunnen naar Amerika, maar de 90%. En we moeten ook de 90% ook upgraden. Ze moeten de gelegenheid krijgen om zich te kunnen upgraden. Als een professional, to become a professional. Tot zover Migala Nisiya, directeur van Elite Hair Store in Suriname. Ze heeft een tweedaagse workshop georganiseerd over nieuwe technieken en stijlen. De studiebijeenkomst wordt gehouden in Sherrick's Event aan de Anton Drachtenweg.